het is geweldig wat er gepresteerd is. Als je ziet hoe dat je begonnen bent deze competitie. Maar je wilde punten halen en dat lukte de eerste wedstrijd niet. Dan heb je een zwarte weekend gehad, herinner ik me uit de krant. En toen heb je tegen Angeren gespeeld en verloren. Ik sprak de middenvelder van Angeren. Hij zei, wat is nou Andriel zo kenmerkend dat ze zo grandioos kampioen geworden zijn? Hij zegt, dat is een winnersmentaliteit. En die zit er zo in, verankerd. En dat is de klasse van dit Driel, dat kampioen geworden is. En hij zei in één adem, en dat hebben ze ook geflikt bij het tweede team. Dus allebei hartstikke goed gedaan. En nou, dat belooft voor de toekomst heel veel. Je doet het heel goed in Overbetuwe. Ik zou zeggen van in 15 jaar nooit meer terug naar die vierde klas. Werk eraan en met zo'n jong talent moet dat best lukken. Veel succes in het komende seizoen. Niet er nu even van, want straks is het weer hard trainen. En met jullie permissie, ik kom er een hand geven. Geef ik nu het cadeautje namens de gemeente aan Bert Wolters, de voorzitter. En die mag dan voorlezen wat hier ook op de brief staat. Dankjewel, vandaag. Ik zal dan nooit gedwongen een toast opbrengen uit dit glas. Gezondheid, jongens. Voorzitter, ik heb voor jullie nog een prachtige herinnering. Ik hoop dat je dit een mooi plaatsje geeft. Ter herinnering aan dit kampioenschap. Ja. Dit was vorig jaar afgeschaft. De KNVB had weer een helder idee om al die dingetjes wat bij kampioenschappen hoorden, maar gewoon niet meer te gaan doen. Gelukkig hebben we vanuit Oosten wat tegengas gegeven en het is er weer. En het is ook een verdienste, dat hoor ik zo bij het welslagen van jullie prestatie op het veld. Ik wil graag de aanvoerder even. Ik zou je adviseren om net zulke mooie sloffen te kopen als ik heb. Dat is veel makkelijker, want je kijkt er zo naar zo van. Kijk eens, van harte. Ja, en veel succes volgend jaar. Maar je bent nog niet van me af, want ik heb hier een zakje met nog veel meer van het materiaal. Dat mag jij lekker uitdelen, alsjeblieft. Namens de vereniging KNVB, bedankt voor deze gest. Ik ga gelijk lekker omsmelten.
dat tekent wel de spirit van de vereniging. De spirit om er wat van te maken. En of het nou bij de jeugd is, of het nou bij de dames is, of het nou bij de grote jongens van het eerste en tweede zijn. Daarvoor de waardering vanuit de businessclub. Dat motiveert ons ook om te proberen, nu jullie derde klasse spelen, en hopelijk iets langer dan dat we 15 jaar geleden meegemaakt hebben, toen stond ik hier ook als voorzitter. Toen hebben we 2 jaar volgehouden. We kunnen natuurlijk ook zeggen, na 2 jaar gaan we naar de tweede klas. Dat is een kwestie van even knokken, denk ik, hè? Maar dat geeft voor de businessclub een ontzettende boost. Want dat houdt in dat wij ons best moeten doen om die club groter te maken. Want dat betekent ook dat we dan een stukje uitstraling achter ons hebben. Uitstraling waardoor we ook weer meer inkomsten hebben, waardoor we ook weer nog meer voor de club kunnen doen. Dames en heren, we willen nog een paar mensen in het zonnetje zetten. Het is 9:30 geweest, dus we gaan zo meteen gelijk door met de feestavond op. Daarom houd ik het inderdaad erg kort. Ik wil allereerst even een applaus voor elke vrijwilliger van RTSV doen. Ja, ik ga het even. 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 Ik ga het even